Op donderdag 27 september zal de gemeente Bergendal een award ontvangen van de stichting Green Destination op de speciale Green Destination Day. Een van de projecten die valt onder het prijswinnend plaatje van de gemeente Bergendal is het duurzame nieuwe gebouw van het Bevrijdingsmuseum wat op de planning staat. Bevrijdingsmuseum-directeur Wiel Lenders vindt het een prachtig plan, maar het vraagt om veel geld. Dit halen ze uit de duurzaamheidslening van de gemeente. Een van de initiatieven die bijdraagt aan het winnen van de award. We hebben een duurzaamheidslening bij de gemeente Bergendal aangevraagd. Die gaan we inzetten voor het nieuwe gebouw. Dat komt hier op deze plek. De oude gebouwen van werkeigenaar Neeltje Jans, die de mensen kennen, die gaan verdwijnen. Er komt hier een heel nieuw gebouw met een hele lage footprint. Dat wil zeggen dat het ook heel een lage belasting is voor het milieu om hem hier te bouwen. We gaan een hoge mate van isolatie inzetten. We gaan warmtepompen inzetten, zonnepanelen. En het wordt een aardgasvrij museum. Dus dat zijn enorme stappen die we maken. En we zijn blij dat we op deze manier eigenlijk een behoorlijke steen bij kunnen dragen aan de duurzaamheid in de gemeente Bergendal. Wethouder Sylvia Fleur is toezichthoudster op de projecten en heeft veel contact met de stichting Green Destination. Green Destination Day gaan we aandacht besteden aan onder andere de awards. En Green Destination is eigenlijk een netwerkorganisatie wereldwijd die organisaties met elkaar verbindt die op het gebied van duurzaam toerisme actief zijn. Dus wij willen als gemeente Bergendal heel graag een nog groenere destinatie zijn. We zijn al, zoals u achter mij ziet, een hele mooie groene bestemming. Maar we willen dat niet alleen maar zichtbaar maken op deze manier in het landschap, maar ook door onze manier van doen. Een award die wij morgen hopen te krijgen, het is nog spannend of dat een bronzen, een zilveren, een gouden of een platina zal worden. Die hopen wij te krijgen voor alle onze inspanningen die we doen samen met onze inwoners en samen met onze ondernemers om een hele duurzame bestemming te worden. We hebben een aantal duurzaamheidsleningen voor non-profit organisaties, waaronder het Bevrijdingsmuseum waar we nu staan. Het Bevrijdingsmuseum heeft ons gevraagd om een lening van €245.000 om het nieuwe museum heel duurzaam te mogen maken. En daar werken we als gemeente Bergendal heel graag aan mee. Maar zo zijn er ook voetbalverenigingen die daar bijvoorbeeld gebruik van maken en andere non-profit organisaties in onze gemeente.